Holy shit. Oh, wat een geluid. Voor een vol setje met ijs. Oh, ik heb gewoon diamonds gepasseerd. Oh, ik zie name tags. Welke name tags zie je? Weet je dat ook? Of zijn ze heel stug? Een lange. Hier bij mij. Ze komen vrij dicht. Ik denk dat het paars is. Ik heb er nog drie. Als je nog een broek nodig hebt. Ja, oh, er zit nog een beetje in de oven. Nou, ik. Even kijken, ik heb er nog twee hier liggen die ik over heb. We hebben nog 9 nodig voor jou en nog 5 mes, dat is 14. En dat zit er net niet meer in, we hebben 6. Ik denk dat ze wel kunnen... We breken die tent af! Ja, willen we toch eens... De vraag is waar zijn ze? We kunnen gewoon een tunnel zoeken, misschien hebben ze wel ovens die we kunnen stelen. Ja. Ja, ik ga alleen heen als jij er ook mee eens bent hoor. Ja. Maak anders dan een helpje eerst. Want we hebben nu nog tijd. Graaf ik ook. Oh, ik heb ook goud gevonden. Een 8. Oh, 7. Daar is het een 8-veen. Oh, 7. Oh, oh, wat? Oh. Auw. Hoe kan ik jou slaan? Nou, we hebben weer wat geleerd. Oh shit. Wacht, ik heb 1. Hij is nodig. Je had toch geen helpje, toch? Nee, toch echt bijna bij hun hang zijn. Nou, ze hebben het dicht gemaakt. Alsjeblieft. Oh, ze zijn nu pas allemaal aan het craften. En ik zag een naampje. Volgens mij heel even snel. Oh, Sander ook snel. Ik heb een cave gevonden. Maar ja, de vraag is, zaten ze hier? Dat weet ik niet. Dat heb ik niet te zeggen. Ja, volgens mij was het nog iets verder. Even heel snel heen hakken. Even kijken. Hier ongeveer, ik denk. Ja, hier ongeveer inderdaad. Ik denk niet dat we... Ja. Ik denk niet dat we ze nog zo snel gaan vinden. Ik mine voorlopig dan gewoon terug. Ja. Kijk, de ovens stonden hier. Ja. Ik heb nog meer ijzer, dus dat is helemaal mooi. Ik heb ook echt ongelooflijk veel rotzooi bij me. Ik ook. Oké, dan bouw ik dit eventjes dicht. Mine ik gewoon verder. Ik heb ook iets voor je nog trouwens. Kom wel naar je toe. Alsjeblieft. Thanks. Een bucket met water is ook handig natuurlijk. Ja, daar ben ik ondertussen niet mee bezig. Ik zal ook een beetje eten overgooien. Voor mij zie ik zeg steeds als mogelijk ontshiften, maar... Ah, ik heb gold, dus je kan een appel maken als je wil. Lekker. Dan ben je weer full. Ja, ik heb sowieso een appel. Zeg maar van die dungeon kist, maar ja, om die te gebruiken zeg maar, is ook zonde, want je krijgt ook saturation die weggaat. Maar ik ben bang dat er elk moment iemand uit de muur komt om te pakken. Ja. Ja, Pieter zie je niet als concurrentie. Maar Wouter wel, ja. Ja. Nee, ik ben alleen niet bang voor Wouter, maar zeg maar, zijn hele team had ik geclean sweep, zeg maar. Vorige keer, maar dat is misschien wel omdat ik geluk had. En omdat ik toevallig heel veel 1.9 had geoefend. Maar als ik deze keer zoveel geluk heb, dat weet ik niet. Aha, Gletscher is zijn eerste hartje kwijt. Dus het beste team is Aaron. Nee. Wij zijn het beste team. Wel, ja, het beste team die er het beste voor staat. Ja. We hebben leuke spullen, dus. Ik moet ook wel jouw kant op, zeg maar, dat we een beetje bij elkaar zijn. En anders wordt het ook lastig zometeen. En een bucket voor je. Alsjeblieft. Troep. Heel veel troep. Oh, hun hebben iets getemd. Ik heb ook lekker voor botten van die spawnen, dat we ook wel honden kunnen temmen als ze die toevallig tegenkomen. Ja. Waarvoor mijnen we eigenlijk, is de vraag. Nog meer diamonds. Ja, oké. Okay. En gold eigenlijk, hè, vooral. Ja, dat is ook wel handig. Ja, een diamond chestplate of zo en dan hopelijk nog een golden apple. Ik heb nog wel 1 goud als je nog goud moet hebben. Holy shit.
Oh, wat een geluid. Oh, maar gaming is bij ons vlakbij ons. Ja. Van Jarin. Ja. Ja, dat is dicht. Dat is dicht. Die knal is waar dat de speler dood is, dus. Maar volgens mij zitten ze echt niet ver. Nee, oké, maar ze zijn wel weggegaan. Oh, diamonds. Nice. Ik heb eventjes de weg achter ons dicht gemaakt. Gaan we nog voor de enchantment table? Of ik heb nog de hele middag geoefend met PvP. Oh, de border, de border. We moeten heel snel weg. Bij welke kant had hij op? We moeten naar Dieper. Het... Au. Ik had niet verwacht dat die border zo dichtbij was. Nee. Ik keek achter ons. Gold, dat pak ik wel mee. Dan ga ik ondertussen direct door. Diamonds in de muur. Pak gauw, want die zijn duur. Gebruik het voor nieuwe gear. Zodra jij iemand ziet, dit je wel het beste, of iemand die op ons afkomt, die golden apple. Ja, ja. Oh, we zijn bijna boven, ik kom als schaap. Oké. Ik heb 7 gold, dus... Ik heb 1. Wacht. Ik heb zoek naar een paar kippen. Kijk, ik zie niemand. Geen feathers. Deze roept wel wat. Oeh. Ik zie iemand op het paad. Aan het oosten. Ik ben gaan crouchen. En ik ben snel weggegaan dat hij uit de agenda distance was. Ik vraag me af hoeveel mensen er doodgaan aan de world border. Ik zou wel de helft van de arrows droppen. Thanks. Als we dan met een paad komen, kunnen ze nog op het paad schieten. Oké, ik heb ook 2 golden apples nu. Lekker. Ik heb er 1. Nou, nog 3 gold. Oké. Klein beetje bewegen dan maar. Ik ga denk ik wel zoveel mogelijk crouchen. Oh, je kan nog veel naar beneden. En ik zag daar zeg maar in de verte... Bij het, ik weet niet hoe hoog de rende distance bij jou staat. Maar daar zag ik met een paard. Die ik nou niet 23 chunks. Oh, crafting table. Ja, die is van ons. Die spawnen volgens... Ja, hier. Wow. Ik ga nog een paar kippetjes zoeken voor meer arrows. Ah, kippen. Daar waren er kippen. Hier ja. Oh, ja. Ik kan wel net een pot maken. Hier, veertjes. Ben ik voor een lava bucket gadel? Ja. Zou je dan water bij je houden misschien? Ja, ik heb water. Ja. Ik kan nog wat meer vriend verzamelen. Het is wel akelig stil hier, maar de rest is waarschijnlijk nog onder de grond. Behalve Jarin en Sander dan, want die zijn niet meer onder ons. Ja. Helaas, want anders hadden we spullen kunnen stelen. Misschien is er rondlopen ergens anders naartoe. Het is wel vlak bij mid. Mm-hmm. Ik zou vast ook wel zeker de midden mark zijn voor de video. Oh! Ja. Call it!